Goedemorgen allemaal, fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag is het alweer vrijdag en ik ben lekker even door Groen aan het lopen naar mijn school toe. Ik heb vanavond een leuk event, een soort feestje, Halloween party idee. Dus daar ga ik vanavond heen. Dus ik moet ook iets van een kostuum hebben, dus dat moet ik ook nog ergens even halen. Want ja, dat heb ik natuurlijk weer niet. Misschien iets van een enge clownsmasker of zo, weet ik veel. Nou, ik zie het allemaal wel. Hallo. Hallo. Ik kan heel dichtbij komen, denk ik. Hij heeft iets aan zijn poot. Ah. Oh, dat vind ik zielig. Hallo. Oh, hij staat... Een touwtje. Ja. Hé? Meid, we hebben even weer een broodje. En door. En door. Ja. Hey allemaal. Ik kom net van school. Ik heb heel even schoentjes gehaald, balletschoentjes. Ik heb gelijk 2 paar gehaald, dan heb ik gewoon voorraad. En ik ga nu even naar de solo, want ik moet voor vanavond natuurlijk een soort Halloween-achtig kostuum iets hebben. Geen idee wat ik aan ga doen. Let's go guys, let's go! Oh ja, en ik ga straks even met Wout gaan, maar nog heel even ergens iets eten snel. En dan moet ik wel echt naar huis, want dan kan ik thuis heel even... Ik wilde eigenlijk sporten vandaag, maar het is weer zo'n race tegen de klok. Ik ben ondertussen even wat dingen aan het regelen. Oh, die camera, die stelt weer niet scherp. Wat erg, hè? Dat duurt uren. Als ik een nieuwe camera neem, neem ik wel, denk ik, toch een ander model. Want ik vind dat die af en toe met dat scherp stellen... Nou, het is één waan. Zie je wat ik bedoel? Hij is echt niet helemaal net scherp. Maar ik ben ook ondertussen heel erg aan bellen met mensen. Ik wil aankomende zondag voor mijn familie mijn verjaardag vieren. Kijk trouwens die kerstlampjes, hoe leuk allemaal weer. Zie je het? Het is zo geregeld met bellen en soms is er natuurlijk geen plek. Dus het is allemaal heel last minute ook hoor. Nou, ik ben daar eigenlijk al heel lang mee bezig. Maar iedere keer eigenlijk geen goed nieuws. Dus dan moet ik steeds weer doorbellen, doorinformeren. Het kost zoveel tijd en ik zit natuurlijk op school, dus ik heb eigenlijk altijd maar 10 minuutjes. Want mijn pauze is... Nou, ik heb niet eens pauze. Ik bedoel, ik moet het in 1 minuut allemaal doen, dus dat is heel lastig. Ik haat het wel als er sites staan waarbij er wordt gezegd van... Je bent altijd welkom, je hoeft niet te reserveren, ongeacht de persoon aantal. Je kan altijd binnenkomen. En vervolgens als ik bel, dat er gewoon geen plek is. Huh? Dan klopt er toch iets niet met die omroep die ik hoor over de telefoon. Oh my god, kijk wat ik zie! Allemaal Amerikaanse snoep. Oh, dit is zo leuk voor een YouTube video, dit. Deze winkel moet ik echt onthouden. Hoe heet dit? Oh, het heeft nog geen naam. Nou, precies op de dag van vandaag dat je even die solo in moet, staat er een rij van buiten. Oké, jongens, dus mijn doel is natuurlijk iets van Halloween. Ik wil je een video maken? Nee, ik moet een kostuumpje hebben, dus ik denk naar boven. Ik vind het wel allemaal heel gezellig hoor, die Halloween outfit. Oh my god, dit is creepy. Ik ben weer helemaal Ja. Wow, ja, de Fright Nights weer, ja. Oh, kijk dan hier. Oeh, dit leeft. Oh, dit leeft, ja. Oeh. Oh. Nou, Wout, ik moet even checken hoor. Ik weet het ook niet. Eeuw, ik vind ze allemaal wel heel eng. Ik denk hier helemaal rechtsboven. Ja, en dan houden we. Wat zeg je nou? Helemaal rechtsboven. Ja, maar hoe kom ik daar in godsnaam bij? Sabrina. Ja. Vind jij deze... Ja, dit is dezelfde als die. Dit is wel hard plastic. Dit is een beetje een soort van softie. Of met dat haar erbij, dat is eng. Wat voor. Eeuw. Ik vind dit heel leuk. Als je denkt 1, 2, 3 en oh, ja, daar schrik je. Deze is denk ik eng. Deze, let op. Oh, die is wel, die is heel gaar. Met dat gore haar, oh. Nou, wil je er echt in? Oh, dat is vies. Ja, die is wel eng. Stop. Ja. Lars. Oh, ik gier. Ja, die is wel eng, Jace. Ja, deze ga ik doen. Ja, heel veel luister erin. Er zit geen prijs aan, maar ik denk rond de 10 euro. Nou ja. Misschien iets extra omdat hij haar en make-up heeft en zo, maar... Eén. Zwart t-shirt zou eigenlijk ook kunnen. Dat masker doet eigenlijk al genoeg. Ja, vind ik ook. Nou, ik vind het goed. Ik wil hier weg. Het is zo druk. Nom, 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 nom. Ja! Yeah.
Hoe ongemakkelijk loopt deze trap? Ja, het is net niet voor twee stappen en net niet voor één. Het is zo vaag. Ja. Nou Woutje, we gaan weer even scheiden, hè? Ja, tot zover. We zien ons morgen zie ik je nog wel. Ja. Nou ja, leuk, maar hè? Ja, nog wel weer een dag. Na één les. Ja. Die bel nog steeds. Yes. Die bel is helemaal miscalculatie. Ja, van die tram. Nou, oh. Moet je horen. Ja. Nou. Dag hè. We appen. Ja, ik ga die kant op. Ja, is goed. Doei. Die bel. Oké, guys, ik kom net uit de winkel. Ik heb heel even een pot kwark gehaald en spullen. Helemaal Halloween wordt er gevierd in het centrum. Leuk. Nee, ik ga even nu naar huis. Ik ga heel even alles neerzetten. Ik moet mijn kostuumpje even proberen. Ik ga maar gewoon iets ervan maken hoor. Ik ben zo benieuwd. En dan ga ik richting Amsterdam voor het event. Leuk hoor. Er is zo'n Halloween party. Ja, ik zit de hele tijd met dat masker op. Nou, dat doe ik na de eerste minuut natuurlijk al af. Ik heb echt heel lang niet gevlogd. Ik heb net zo'n hoofdpijn gehad. Echt niet normaal. Dus eigenlijk zou ik naar het event gegaan zijn. Ben ik niet naartoe geweest, want ik trok het echt niet. Weet je, en het is natuurlijk muziek en veel indrukken. Dus ik was helemaal kapot. Lekker in mijn bed gelegen. Eigenlijk vrijwel toen ik thuis kwam hoor. Dus ik dacht, wat is dit? Dus ik had ze gemaild en ik heb gezegd, ik had mijn kostuum al ready, hè. Ik had mijn kostuum al ready. Maar goed, het is wat het is. Ik ga lekker de vlog afsluiten. Ik ga nog even lekker doorslapen. Ja, ik heb al veel geslapen, maar ik ga nog meer slapen. En dan ben ik er morgen weer voor jullie. Fris en fruitig, hoor. Slaap lekker. Morgen wordt een gezellige dag. Dus zeker kijken de vlog van morgen. Tot dan!